Gaan we terug naar Bert, want die is aan het wandelen met een heel uniek nieuw systeem, een GPS-systeem. De meeste wandeltochten in Overijssel die gaan over verharde wegen of een keertje over een zandpad. Maar dit is andere koek, beste mensen. We zitten nu in de woeste oerwouden rondom Rijssen. En rechts van mij hoor je de woeste rivier, de Regge, hoor je stromen. En ja, dat is wel even de zaak om te weten waar je precies bent. Want hier staan geen bordjes hoeveel kilometer het nog is naar Zuna. Maar jij, Erik, heb daar een oplossing voor. Wat heb je in je handen? Dit is een GPS-toestel. Een toestel wat eigenlijk specifiek is voor het wandelen. Daar hebben we de route van vandaag hebben we daar ingestopt. En we proberen nu Zuna te vinden. Oké, okay, en het, je ziet hier helemaal, ja, we zien een kaartje zien we voor ons. We zien, maar dit pad staat er niet echt specifiek op. Maar... Nou, we hebben daar een stippenlijntje op gezet. We hebben het van tevoren hebben we op de pc gekeken van waar kunnen we langs. Ja. En dat stippenlijntje volgen we nu. We volgen deze pijl. En uiteindelijk, ja, daar is het eindpunt. Maar dan bepaal jij dus je eigen wandeling? De wandeling hebben we nu van tevoren uitgezet op de pc. Dat is wel heel erg handig. Dat maakt eigenlijk alle bordjes, alle pijltjes die er nu nog zijn, volslagen overbodig. Precies. We kunnen nu eigenlijk gewoon gaan wandelen, van tevoren een route uitzetten. Maar we kunnen ook gewoon beginnen met het wandelen. We zetten onze auto of de fiets ergens neer, markeren dat punt en we gaan lopen. Loop maar een eind ruik voor de knaak en dit ding registreert het. Die registreert het. Uiteindelijk zeggen, hey, nou wil ik terug naar mijn fiets toe. En dan geven we dat als eindpunt in en dan brengt hij ons weer terug naar de fiets. Maken alle mensen daarvan gebruik? Maak jij ervan gebruik? Ja, ik gebruik hem ook. Ja? Voor wat dan? Ik gebruik ook mijn horloge voor het hardlopen. Oké. Okay. En dan zegt hij mij bijvoorbeeld of ik harder of zachter moet, want dat heb ik dan van tevoren ingesteld. Jij bent echt een beetje een fanatiek knaapje. Je wil gewoon een soort trainer bij je hebben? Ja, zo, het is eigenlijk een virtual partner is het. Maar wat ik net zei, zeg maar, over de bordjes, de bewegwijzering die je nu nog hebt, is dat over een paar jaar helemaal verdwenen? Ik denk dat ze altijd wel zullen blijven, omdat mensen, de een heeft wel feeling voor de andere niet. Maar ik denk dat op een gegeven moment dat iedereen toch wel over moet naar je digitale maatje. Wij proberen ons dus, Esther, een weg te banen door deze woesternij vol met wilde beesten, gevaarlijke toestanden en wildstromende rivieren. Ik hoop dat ik voor het einde van de uitzending weer terug ben, maar ik vrees het ergste, hoewel we hebben de GPS bij ons, dus eigenlijk moet het goed komen. Tot zo! Ik ga er gewoon vanuit, Bert, dat je hier... Heerlijk Overijssel. We zijn vandaag de hele dag te gast op vakantiepark Het Mulke in Zuna. En naast mij staat Bert van der Maat. Wat zit het hier mooi in elkaar en wat een mooie omgeving hier. Dat had je niet verwacht. Ik moet eerlijk zeggen, ik was hier nog nooit geweest in Zuna. Een ernstige tekortkoming, want het is een heel mooi gebied. En een sportief gebied, want wat hebben jullie deze week? Wij hebben deze week de rechtstreek wandelvierdaagse. Vandaag de derde dag. Dus we hebben er al 2 dagen op zitten. En het zit allemaal mee. Het weer, we hebben een goed verwaard deelname. Dus we zijn zeer tevreden. Hoeveel deelnemers heb je? Ik heb gehoord dat vandaag de 120e start is geweest. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar zijn het dan allemaal mensen van jou die hier staan op het vakantiepark of omgeving? Waar komen die mensen vandaan? Nou, dat is natuurlijk wel onze doelstelling. Onze doelstelling is om in de toekomst zoveel mogelijk mensen van buitenaf naar Twente of Overijssel te trekken. Hier bij bungalowparken en campings het laten overnachten. Maar dit is pas het tweede jaar. Ons bedrijf staat nu nog niet vol met allemaal deelnemers. Maar die zijn er wel, die hier dus overnachten en deelnemen. Maar ook onze plaatselijke atletiekvereniging, die ook de gedeelte van de organisatie op zich neemt. Daarvan zijn veel deelnemers aanwezig. Maar jij zit in de organisatie. Plan jij dan ook die tochten? Is dat makkelijk, moeilijk hier? Is er veel te doen qua wandelen? Nou, er zijn heel veel mogelijkheden. En ik ben zelf niet zo'n wandelaar. Daarom hebben we ook de expertise van de wandelvereniging ingeschakeld. En die zetten hele mooie tochten uit. Vandaag zijn ze dan langs de Regge gegaan. De andere keer gaan ze naar de Holteberg. Dus we hebben hier heel veel mooie variatie qua tochten. En je maakt het spannend, want jij looft ook gewoon even nog een paar mooie prijzen uit. Want wat gaat er vandaag uit tijdens de Vierdaagse? Vandaag, de derde dag, eigenlijk omdat jullie hier vandaag een beetje zijn, is er een hele mooie Garmin navigatie, je hebt er net al een klein stukje van gezien, beschikbaar gesteld. Daar mag je hier een loodje trekken. Daar zitten alle deelnemers van vandaag in. En degene die ik nu ga trekken, die krijgt een GPS. Ja. Oh mensen, wie krijgt de GPS? Ik heb hem. De winnaar van de GPS is Bartolomeusen. Kijk, gefeliciteerd met de GPS. Nou, fantastisch.
Dat is ideaal. Super. De prijs wordt uitgereikt. Helemaal leuk. GPS. Hartstikke bedankt, Bert, dat we hier vandaag mochten zijn. Ja. Nou, ik vond het heel leuk dat jullie hier waren. Je noemde het al even, atletiekvereniging. Want het is hier niet alleen fanatiek op het gebied van hardlopen en wandelen. Maar er is ook een atletiekvereniging.